kon Mahmoud al van dorp bij ons, van Stolwijk. En ik wist dat hij ook zeg maar, in de plantenwereld had gewerkt in Syrië. Dus ja, qua kennis zat het wel goed eigenlijk vanaf het begin bij Mahmoud. Ja, ik vind zelf, wij hebben werk in de buitenruimte, van eenvoudig werk tot echt vaktechnisch werk. Dus wij hebben eigenlijk altijd wel werk voor mensen die met een status die willen werken. Motivatie is eigenlijk het allerbelangrijkste en dan helpen wij zo iemand wel verder. Alles ben ik naar werk, ben ik meer begrijpen. En dan, ben ik met school begonnen. Met werk altijd meer begrijpen voor alles. Altijd praten met collega, met dit baas, dit belangrijk. Ben ik trots aan met Wilco, aan mijn collega ook, en met baas, helemaal dit is goed voor mij. Mr. Collega, aardig mensen. Dit baas aan werkgever ook aardige mensen. Ja, er wordt door opdrachtgevers, onder andere gemeenten en andere overheidsinstellingen, wel social return vaak gevraagd. Dus daar, in de beginfase telt daar iemand wel voor mee. Alleen, wij gaan er ook voor een duurzame relatie. Dus als iemand dan een jaarcontract heeft gekregen en dan, zoals ze mag, moet er wel een vast contract. Dan is het eigenlijk gewoon een reguliere medewerker. Dus dat is voor ons ook niet de hoofdzaak om met statushouders in zee te gaan. Ja, ik denk alle vluchtelingen moeten werken altijd. Niet met altijd zeggen tegen gemeente, alsjeblieft, oude keren krijgen dit niet goed. Hallo, ik ben Abdallah. Ik wil graag werken met restaurant, maar ander werk ook goed.